Het is nu nog onduidelijk of dat haalbaar is, want daar hoort ook bij dat je een bod doet om dat pand te kunnen kopen. Nou, zeggen de bewoners ook, u bent ook wethouder niet om een marktpartij te dienen, in dit geval dan de PGG, dus de Protestantse Kerk, maar juist ook om iets goeds te doen voor de stad, wat goed is voor de stad. Ja, en wij willen allemaal graag ook zoveel mogelijk beeldbepalende gebouwen behouden. Dat is ook uitgangspunt van ons beleid als het gaat om kerken. En als er geen gebruik meer voor is, als er geen nieuwe partij voor is om daar binnen het bestaande gebouw een andere invulling voor te gaan, dan ga je op een gegeven moment toch de afweging maken van moet er dan niet iets anders komen waar de stad wel behoefte aan heeft, bijvoorbeeld heel veel woningen. Nou, zo'n plan ligt er ook. Maar goed, de bewoners hebben met veel kracht hebben ze een nieuw plan ontwikkeld. Maar ja, dan moet je ook streng zijn, want je wil ook graag dat dat nieuwe plan ook het echt kan redden. En niet dat het heel aantrekkelijk lijkt, maar dat het financieel uiteindelijk niet gaat lukken.